schattige zijn patatjes, patékes en pureekjes. Jullie raden nooit wat voor een fantastisch idee ik heb. Ja, ik zal al een kleine tip geven. Het heeft te maken met carnaval. Weet je het nog niet? Nee? Wel, deze keer ga ik mij verkleden als een van de helden van Nachtwacht. Maar ik ga mijn verkleedoutfit een beetje pimpen, een beetje cooler maken, door zelf een magische elfenarmband te knutselen. En nee hoor, lieve schatjes en patatjes, zelf zo'n magische elfenarmband knutselen, dat is helemaal niet zo moeilijk als het lijkt. Het enige wat je nodig hebt, hè, zijn een paar reepjes stof. En pas op, hè, hoe smaller jouw repen, hoe smaller jouw armband. En omgekeerd ook natuurlijk. Hè. Je neemt gewoon 3 reepjes stof. Voilà, zei. 1. 1. En de 2. En de 3. Voilà. En je legt daar van boven zo een knoopje in. Voilà. En dan ga je gewoon vlechten. Eigenlijk net alsof je jouw haar zou vlechten. Voilà, zo. En daarboven, zo. En als je dan klaar bent met vlechten, dan, ja, dan doe je ook nog zo een knoopje onderaan. En als dat klaar is, hè, kijk eens, dan heb je dus die elfenarmband. Hè. Wil jij ook zo'n elfenarmband maken? Niet zo moeilijk hoor. Surf dan snel naar www.studio100tv.com. Want daar kan je alles stap voor stap nog eens terugvinden. Zeg, misschien moet ik voor Joyce en Marie ook zo'n magische armband maken. Eens kijken of ik nog andere stofjes heb. Hè. Wacht hoor.